Een videoclip van een Rotterdamse meidengroep zorgt voor veel opschudding. In het nummer genaamd Kill the Baby wordt abortus verheerlijkt. pro bewegingen en christelijke partijen zijn geschrokken van de beelden die ze zagen. Aan tafel Kees van Helden van de stichting Kies Leven. Goedenavond, meneer he Van Helden. Goedenavond. Bent u ook geschrokken van die beelden? Enorm. Ik kreeg hem binnen. Ik kreeg hem per app binnen, ochtends. En dan kijk je en de, de neiging om het uit te zetten is zo groot. Mm. Um, maar dit, dit, ik, ik was echt... Compleet van de kaart toen ik hem gezien heb. En dan uh, kijk ik hem nog een keertje later: van, heb ik dit goed gezien? Ja. En ik kon, niet, uh, ik kon niet meer niets doen. Dus nee. vandaar dat ik in de pen ben geklommen, uh, artikel geschreven naar ND, RD, Zeven uh, dagen naar Gert-Jan Zegers gestuurd, naar Kees van der Stijen. Ja, Voordat u verder gaat, ja. misschien kunnen we even kijken naar een fragment. Ja, de beelden zijn schokkend, maar ja. hier komt een fragment uit die clip. Ja. ja, jonge meiden horen we gillen op de achtergrond. Ja. Wat willen de makers bereiken met deze clip? Wat ze wilden bereiken uh, is het debat losmaken over uh, abortus. Mm. De uh, doelstelling is een van de twee meiden, Kim, heeft in 2017 een, uh, zelf een abortus gehad. En ze was geschrokken van het taboe wat er heerst en uh, dat er moeilijk wordt gedaan... En mensen haar op andere gedachten brengen terwijl het gewoon niks voorstelt. Ja. En ze wilden laten zien, joh, je kan net gewoon een, een kind doden. En het is dan een, een pop die ze gebruiken. Maar het is gewoon schokkend. Dit is één fragment van dat het kind in ja. uh, fik wordt gestoken. Maar je ziet ook dat er water over wordt gegoten, een helm op, waardoor het kind geëlectrocuteerd wordt. Of voor uh, een hond gegooid wordt die het verscheurt. Of uh, doodgeschoten. Um... Voor wie is dit het meest kwetsend, denkt u? Nou, dat was eigenlijk uh, mijn eerste reactie. Ik ken van heel nabij mensen die een kindje verloren hebben. Een uh, uh, kindje tijdens de zwangerschap verloren mm. hebben. Een kindje vlak na de geboorte met wie gedood. Nou, dit is een klap recht in het gezicht van deze vrouwen. Ja. Dat je dus kill the baby, het verheerlijkt, het, het promoot, daar een videoclip van maakt. Uh, de mensen die dit zien, die... Uh, ...ja, Die doe je enorm veel pijn. Dat, is, dat was voor mij het punt. We moeten aan de bel trekken. Hier moeten we iets ja, mee. Ja, want de abortusdiscussie lijkt wel een <coughs> beetje uh, weg te zijn. Ja, maar ook. dan komt ineens dit. Ja, onbegrijpelijk dat dit uh, komt. Ja. Um, ze hebben première gehad in de Armeniërskerk in uh, Rotterdam. Uh, promotie: op de, het album van de CD die ze hebben, staat de uh, echo van het kindje van die, die Kim. Het is haar uh, echo, haar kindje wat ze hebben laten aborteren. En ze hadden echt het idee van: nou, dan gaan we het gesprek aan en ja. dan laten we zien dat de abortus niks voorstelt. En eigenlijk een parodie op uh, dat uh, pro-life zegt: er wordt een kindje gedood. En ze zeggen: nee, dit zijn kinderen. Ja. En bij een abortus is het geen kind. Uh, de makers zeggen ook: we moeten het zien als kunst. Kunst. Ja, ja ik, ik had vanmiddag uh, nog een interview met een uh, uh, journalist van Vice. Ja. Vice heeft uh, die meiden geïnterviewd. En uh, die kon ook niet begrijpen dat ik een abortus zag als het doden van een kind, want het is geen kind. Uh -huh. um, waar we het wel over eens waren, maar goed, dat zal wel niet in het artikel komen, is dat een, elk abortus ontneemt een ander mensenleven, zijn of haar toekomst, want je breekt het af. Um, maar goed, hij, hij ziet er echt op, het zijn geen kinderen en. Um, ja, dat is de parodie erop. En uh, dat u het zo uh, schokkend ervaart, ja, dan bent u een van de weinigen. Ja. Nou, ik denk dat u zich vergist. Ja. Kamervragen zijn er inmiddels gesteld door de ChristenUnie ja. en de, de SGP... Naar aanleiding van deze videoclip. Ja. Wat willen zij bereiken? Nou, de kamervragen zijn uh, inderdaad gesteld. Ik had uh, Kees van Stuyck uh, bericht gestuurd gelijk ja. die ochtend... ...en Gert van Zegers. Ik heb van beide antwoord gekregen. En die zijn ermee aan de slag gegaan. En, um, het gaat echt over de grens. En wat... Bijzonder pijnlijk is, uh, dat werd me vanmiddag in het interview ook over uh, verweet, dat ik het een pro-abortus uh, video vind. Mm -hmm. En ze uh, zeggen van ja, maar het is geen pro-abortus promotie. Um, maar goed, ze hebben wel Ava helpt, dus de uh, hulporganisatie van Eva de Goeie, het boegbeeld van Pro-Abortus. Die hebben ze binnengehaald om uh, uh, mee te werken aan de promotie van deze video. Ja. Door hen binnen te halen, die is geleerd aan de FIOM, aan de NVGA, Rutgers Humanistisch Verbond. Daarmee maak je het een pro-abortus video. Ja. Maar dat juist Eva de Groei die in 2019 uh, nageroepen schijnt te zijn, je bent een moordenaar, die heeft alle media gehaald. En Eva de Goeij, haar organisatie, werkt dan mee met een videoclip, mm. Kill the Baby, wat ja. zij niet wil... Gaat ze promoten vanuit abortus. Nou, ik, ik, ik ja. je, je zou het ook om kunnen draaien, natuurlijk. Van, uh, uh, u, u klimt in de pen, u vraagt er aandacht ja. voor. Maar je zou kunnen zeggen: van, laat dit gewoon. Uh, ja, ja daar het... valt het niemand op. Ja, dat klopt. Um, maar juist omdat niet. Uh, je, uh, kijk, dat ProLife deze video verschrikkelijk vindt, staat buiten kijf. Ja. Maar ook mensen die pro-choice zijn, gaat dit te ver. En mensen die, uh, die spijt hebben van abortus, gaat dit te ver? Dat is de reden dat ik gekozen heb om in de pen te klimmen en actie te ondernemen naar de Tweede Kamer en naar de media en, uh, om hier aandacht voor te vragen. En ik hoop echt van harte dat de Kamervragen van uh, SGP ChristenUnie. dat er uh, mensen in de Tweede Kamer zitten met een hart. dat ze zeggen: van ja, dit gaat ons ook te ver. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat Corinne Ellemeet van GroenLinks zegt. Wow, wat een fantastische video is dit. En ik hoop dat ze zich uitspreekt hiervoor. En ja, ook tegelijk wat... kent u de praktijk in Nederland, 30 Ja, rapporten ja, per ja. jaar. Zijn er 120 per werkdag. Dus uh, dat zijn er veel. Ja. heel veel. En ja, het lijkt wel of daar behalve <coughs> week van het leven, de mars voor het hm. leven met activiteiten. Maar er rest van het jaar of daar weinig aandacht voor is. Nou ja, er is natuurlijk de afgelopen jaren, um, afgelopen jaar moet ik zeggen, uh, heel veel veranderd. We hebben in Nederland uh, is uh, de vijf dagen bedenktijd uh, eraf. Uh, de abortus moet bij de huisarts alsof het een paracetamolletje is. Nou, we kennen het de geschiedenis van de afgelopen week, uh, de keuze, de stap die ProLife-verzekeringen gemaakt heeft. Daar maak ik me best wel zorgen om. Ja. En wat ik, wat ik zie, wat ik uh, elke keer weer merk als het gaat om pro-abortus. Eva de Goeie heeft zelf een abortus gehad. Rebecca Gompert van Women Always heeft zelf een abortus gehad. Uh, de directeur van de abortuskliniek, het uh, abortuscentrum in uh, Den Bosch, heeft zelf een abortus gehad. En door ja, het hoe lang te... dat ook klinkt, zijn mensen met ervaring. Ja, en, en door het te maken tot iets wat niets voorstelt. Ja. lijkt het wel of je je eigen pijn verdrinkt. Ja. Dat, dat is wat ik proef. Dat zie ik bij deze meiden ook. Ze overschreeuwen zichzelf. Ja. We kennen u jarenlang als gezicht van Schreeuw om Leven. maar nu werkt u voor de stichting Kiesleven. Is dat een nieuw platform? Um, toen bekend werd in 2021 dat ik uh, moest vertrekken bij Schreeuw om Leven als directeur, um, door verschil in visie over de aansturing van de organisatie, dat is uh, wat we naar buiten brachten, uh, is er een hele groep vrijwilligers uh, weggestapt en die zijn een platform begonnen en dat heet Kiesleven. Ja. Doordat het zo stil blijft in de media met, uh, uh, vanuit ProLife, hebben ze in maart dit jaar mij benaderd met de vraag: van, joh, we willen eigenlijk de platform omzetten in een stichting of een vereniging. Mm -hmm. En wil je daarbij helpen? Nou, we zien natuurlijk, Sirius, uh, VBOK is monddood gemaakt de afgelopen jaar door de Tweede Kamer. Ja. Dat, dat, dat is lastig. Uh, ProLife Europe, de organisatie, is gestopt. Uh, daarnaast... Maar je zou ook kunnen zeggen, die versnippering op, op het prolife uh, platform zal ik het maar even noemen. Mm -hmm. Ja, is dat goed? Nou, moet ik je niet ik, met elkaar uh, samenwerken? Uh, 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 ik, ik denk dat we op een hele hoop plekken uh, helemaal eens zijn met elkaar. En ik zou willen dat er... Ze hebben mij gevraagd om dus daar te participeren. Dat doe ik dus voor uh, één dag in de week. Uh, en als het financieel uh, uit kan, dan gaan we dat uitbreiden. Maar voor mij mogen er morgen nog tien organisaties opstaan. Laat Nederland maar zien dat wij... Uh, ...pro-life zijn, dat, dat abortus een stap te ver is. Ja. De media die heeft het pro-abortus-debat gekaapt. Dus de seculiere media krijgen geen podium meer. Uh, dus dat, dat is al af. Maar laten we maar opstaan. In maar zegt u nou eigenlijk van die pro-life-beweging... ...en de mensen die daarachter staan, die, die zijn te rustig? Uh, Laat meer van je horen. Ja, vind ik wel. Dat is de reden dat ik in de pen geklommen ja. ben. Wilt u het ook bereiken met, met Kiesleven? Wij willen het debat uh, twee dingen. A, debat, het debat benoemen zoals het benoemen is. Het, het is doden van ongeboren leven van een kind. Dat is één. En ten tweede de hand uitstrekken naar de vrouwen in nood. De, de, uh, uh, hun hulp bieden en het kindje redden. En zoals wij in onze organisatie ook zeggen. En de, de moeder redden. Uh, brengen tot, tot de redden. Want als er één moment is dat je kunt praten over het Evangelie. Dan ligt hier een geploegde akker. Een vrouw die in nood is, die je mag helpen om het kindje te houden. Dan krijg je de vraag, waarom doet u dit? Nou, dan kun je zo uit, het evangelie uitleggen. Nou, dat is onze missie. Dank voor uw toelichting. Kees van Helden van Kies Leven.